What's up gasten, Skillman VVZ met vandaag een nieuwe video in de serie De Volgende Superster. En het is aangevraagd en niemand minder dan Samuel Umtiti. En yes, ik zet zijn geweldige goal tegen Tottenham aan het einde van de replays. Onderin de video natuurlijk. Even heel snel, wil je FIFA Ultimate Team Coins kopen? Ga dan naar de FUT Store voor een snelle betrouwbare service. Gebruik de code VVZ bij betalen voor 5% korting. Goed, we kijken naar het huidige kaartje van Samuel Umtiti. En we zien dat hij 20 jaar oud is en 76 algemeen al heeft. Met 74 snelheid, 63 dribbelen, 54 schieten, 77 defending, 59 passing en 79 heading. Hele mooie stats voor een 76 algemeen met 20 jaar oud. Geweldig mooie stats. Hij is linksbenig. 3 sterren zwakke been maakt hem ook redelijk rechtsbenig, vind ik toch. En 2 sterren skill moves. Umtiti heeft momenteel een waarde van 9 miljoen euro. En dat is toch wel echt terecht als je kijkt naar zijn stats. Hij is bijna 21 trouwens in november. Om precies te zijn op de 14e wordt hij 21 jaar oud. Hij speelt momenteel bij Olympique Lyon. En daar speelt hij ook al heel lang. Hij heeft ook 101 games daar al gespeeld. Het grootste deel natuurlijk in de jeugdopleiding. Hij heeft erin 4 goals gemaakt en 2 assists gegeven. Dat zijn redelijk normale stats eigenlijk voor een centrale verdediger natuurlijk. Daarnaast heeft hij ook al 28 games voor Frankrijk gespeeld. En erin 2 keer gescoord en nog geen assists gegeven. Maar ja, wat verwacht je? Daarnaast is hij ook bijzonder. Dat is dat hij de captain is van Frankrijk onder de 21. En dat geeft toch wel aan dat ze heel veel talent in Samuel Umtiti zien natuurlijk. En omdat hij de captain is van onder de 21, stijgt zijn waarde natuurlijk ook een beetje. En dat is ook wel te zien, want hij is eigenlijk binnen een jaar of 3-4 van 2 miljoen naar 9 miljoen gestegen. En naast dat hij centerback is, kan hij ook nog linksback spelen. Dus het is een heel well-rounded speler. Hij staat trouwens onder contract bij Lyon tot halverwege 2017. En zijn contract zal waarschijnlijk dan wel verlengd worden. Of hij wordt weggekocht natuurlijk. Goed, kijken we naar de toekomst. Dan zie je dat ik hem een 82 algemeen kaartje heb gegeven. Onder andere gebaseerd op Sakho en op Mangala bijvoorbeeld. Een aantal spelers die toch wel een beetje in de straat van de toekomst van Umtiti zie zitten. En als we kijken naar zijn stats, zie je dat hij van mij 74 naar 76 pace krijgt. Snelheid is natuurlijk wel een van zijn dingen. Hij is heel goed en snel en daarnaast ook nog sterk. Daar komen we zo op terug. Maar goed, een plus 2 pace dus. Dribbling gaat ook plus 2 omhoog, want hij kan gewoon goed dribbelen. Daarnaast van 54 naar 62 schieten. En dat heeft ook te maken met dat hij, als hij naar voren komt, gevaarlijk is in het schot. En zo meteen zie je ook de goal natuurlijk. Daarnaast van 77 naar 80 verdedigen. Dat is natuurlijk een mooie upgrade voor Umtiti. En dat heeft hij ook wel verdiend. Hij kan goed verdedigen en hij staat altijd zijn mannetje. Daarnaast van 59 naar 62 passing. Nou ja, iets meer passing natuurlijk. Hij heeft een goede passing voor een centrale verdediger. Dan krijgt hij nog iets meer daarbij. Daarnaast ook nog die kracht upgrade. En die zie je dan wel duidelijk terug. Van 79 naar 84 physical. En dat komt omdat Umtiti toch wel een beest is. Hij is heel sterk. Hij is 1,81 meter. Maar hij heeft echt een kracht van hier tot Tokio. Dus hij krijgt van mij 84 physical. Goed, dit is wat ik van Umtiti verwacht. Binnenkort krijg je ook Laporte van mij en nog een aantal andere spelers natuurlijk. Je kan ook laten weten wie jij graag wil zien in de volgende Superster. Doe dat in de comments. Dan hoop ik dat je de video even een like wil geven. En is verder, mijn naam is Skillman VVZ. Dank je voor het kijken, liken en het abonneren. En ik zie je graag de volgende keer terug bij een volgende video. Later!